Welkom in dit mini-college. Mijn naam is Wouter van Doren. Ik ben hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Antwerp Management School. In dit mini-college zou ik het willen hebben over de bijzondere rol die wetenschap speelt in de besluitvorming in de COVID-19-crisis. In elke crisis zoeken we naar houvast. We hebben nood aan mensen en instellingen die we zien terugvechten en die zo vertrouwen wekken dat het wel goed zal komen. Dat terugvechten gebeurt niet in stilte. We willen het zien gebeuren. We willen zien hoe het gevecht zich afspeelt op de bühne, op het podium, in de politieke en de maatschappelijke arena. Na de terroristische aanslagen in New York, Parijs of Brussel keken we naar de veiligheidsdiensten, de politie, de geheime diensten, het leger. Dat waren de helden die de maatschappij veilig moeten houden. Het leger in de straten kunnen we zien als een act van vertrouwen. Bij de financiële crisis waren het de centrale bankiers. Whatever it takes, zei Mario Draghi, terwijl hij zijn financiële bazooka uit de kast haalde. Zo spreken we daar trouwens over, een bazooka. Wie zijn de helden in de COVID-19-crisis? Uiteraard het zorgpersoneel, de dokters, verplegend personeel. Helden, zo worden ze ook letterlijk genoemd. En dagelijks om 8 uur wordt er in heel Europa geapplaudisseerd voor het werk van deze mensen. Maar ook de wetenschap. We kijken naar de wetenschap voor de lockdowns. We willen weten welke versoepelingen eraan komen en welke versoepelingen mogelijk zijn. We willen weten wanneer er een vaccin zal zijn. En in plaats van soldaten in de straat, kijken we eigenlijk naar het werk van wetenschappers en virologen in labo's. De vraag is, kan de wetenschap die verwachtingen inlossen? Kan de wetenschap deze rol wel aan? Ik schreef samen met Mirko Noordegraaf van de hoogleraar aan de Universiteit Utrecht een paper die de rol van de wetenschap op die maatschappelijke bühne onderzoekt. We argumenteren dat deze prominente rol van de wetenschap zeker niet evident is. Een crisis is niet het natuurlijke habitat van een wetenschapper. 4 kenmerken van de wetenschap lijken incompatibel te zijn met wat we van de wetenschap verwachten in een crisistijd. Ten eerste, wetenschap wordt aangedreven door controverse, terwijl een crisis net nood heeft aan duidelijkheid. Wetenschappers zijn het meestal oneens met elkaar. Dat is ook normaal. In elk wetenschappelijk artikel wordt ons gevraagd om aan te tonen wat we anders doen dan anderen, waar de toevoegingen zijn, waar we het oneens zijn met inzichten uit andere studies. Theoretische verwachtingen worden permanent getoetst aan die empirie. En hopelijk, op lange termijn, blijven alleen de beste wetenschappelijke inzichten over. In een tijd van crisis werkt die controverse verwarrend. Wanneer wetenschappers het niet eens zijn, leidt dat ook in de maatschappij tot verwarring. Over mondmaskers bijvoorbeeld. Helpt het nu of niet? En hoe moeten die mondmaskers er juist uitzien? Alleen eenduidige signalen naar beleid en maatschappij kunnen het beeld van de wetenschap als houvast hard maken. Ten tweede, wetenschap is niet alleen controversieel, maar wetenschap is ook traag, terwijl het in een crisis net sneller moet gaan. Wetenschap is een processie van echternacht. 2 stapjes vooruit, 1 achteruit. Met veel proberen en falen. In crisis is er echter een tijdscompressie. Plotseling moet het heel snel gaan. We moeten nu het virus kennen om morgen een vaccin te hebben. De wetenschap zet wel degelijk een tandje bij, maar tegelijkertijd hapt de wetenschap naar adem. Christian Dorsten, de Duitse topviroloog, stelt vast dat er heel veel nieuwe onderzoeken al heel snel verschijnen op publicatiewebsites, maar tegelijkertijd stelt hij dat er maar van de 50 papers er ongeveer 1 interessant is. Ten derde, wetenschap is onpersoonlijk, terwijl een crisis nood heeft aan persoonlijke herkenning. Wetenschap is eigenlijk een collectieve onderneming. Doorbraken, grote inzichten, uitvindingen komen bijna nooit uit de koker van 1 persoon. Het is bijna altijd het resultaat van een heel lang proces van wetenschappelijke inzichtsvorming.
In een crisis is er wel die verpersoonlijking nodig. En dat gebeurt ook. De virologen in Vlaanderen en Nederland zijn bekende Vlamingen en bekende Nederlanders geworden. De verpersoonlijking van de wetenschap geeft wetenschap een gezicht en op zich kan dat eigenlijk ook weinig kwaad. Maar de erkenning voor de prestaties hoort wel collectief te zijn. Ten vierde, wetenschap herkent en erkent complexiteit, terwijl in een crisis een dergelijk complexiteitsbesef eerder remmend kan werken. Zeker in de eerste fase van de crisis was het signaal eenduidig. We vlakken de curve af. Het werd zelfs in één grafiek verbeeld. Maar naarmate de crisis vordert, wordt het ook steeds duidelijker dat het COVID-virus een complexe maatschappelijke realiteit creëert waar de wetenschap ook niet eenduidig vat op krijgt. Zelden heeft wetenschap en kennis zo'n grote impact gehad op het beleid. Ook op de politieke bühne neemt de wetenschap bovenhand, in debatprogramma's, in nieuwsuitzendingen en in de kranten. Het vertrouwen van de bevolking in deze expertise is bijzonder hoog. De verwetenschappelijking van het beleid heeft zeker een positief effect. Al bij al heeft de bevolking de verregaande maatregelen van de regeringen goed opgevolgd. Dat komt omdat de mensen begrijpen waarom dat die maatregelen belangrijk zijn. In een democratie kan je geen politieman posteren op elk hoek, zelfs geen virtueel. De implementatie van beleid leeft bij gratie van de acceptatie door de bevolking. Transparant uitleggen waarom beleidsbeslissingen genomen worden, is de beste garantie op succes. Politiek en wetenschap kunnen hier nieuwe en versterkte allianties vormen. Tegelijkertijd is die rol fragiel. In de eerste fase van de crisisrespons was het nog de virologie. Naarmate de crisis vordert, komt het complexiteitsbesef binnen, met nieuwe disciplines en nieuwe controversies. Wetenschap komt tot haar normale staat. En het ruis op het signaal dat de wetenschap geeft, wordt ook steeds sterker. In deze periode is het daarom tijd dat de politiek een actievere rol opneemt. Anders dreigen we te komen tot een depolitisering van de politiek. Belangrijke politieke keuzes worden verpakt als wetenschap en worden zo onttrokken uit het politieke debat. De keuze van de verschillende exit-varianten bijvoorbeeld is duidelijk gestoeld op verschillende maatschappijvisies waarover politiek een zeg zou moeten hebben. Het is trouwens ook niet alleen het risico op de depolitisering van de politiek dat speelt. We riskeren ook de wetenschap te politiseren wanneer we de wetenschap dwingen tot uitspraken over fundamentele maatschappelijke keuzes. Als we verwachten dat de wetenschap zich uitspreekt over maatschappelijke keuzes. In 1992 was Antwerpen culturele hoofdstad van Europa. De slogan van dat feestjaar was: kan kunst de wereld redden? Vandaag stellen we ons de vraag: kan wetenschap de wereld redden? Het kan helpen, maar de wetenschap kan het zeker niet alleen.